Hallo, ik ben Simon en welkom bij mijn allereerste vlog ooit. En vandaag ben ik in de Efteling. Ja, waarom ga ik nu vloggen? Opeens Fruitindex. Nou, het is iets wat ik al heel lang wou doen. En al heel lang over nadenk om te gaan doen. Je wordt nu al herkend, joh. Ik ben mijn eerste vlog aan het opnemen en je wordt nu al uitgemaakt van hey, daar is een vlogger. Anyway. Het is iets wat ik al heel lang wil doen. In mijn vroege tiende jaren was ik al heel erg bezig met video editen en dergelijke. Dat was nog voordat YouTube bestond. En zo lang geleden al, kinders. En dan wou ik nog een keertje gaan. Ja, ik wou het weer oppakken. En ja, nu heb je veel meer mogelijkheden om het online te gaan delen. Dus dat vind ik gewoon hartstikke leuk om te doen. Dus we gaan kijken of het beval. Nou ja, ik ben dus even een middagje in de Efteling. Dat doe ik best wel vaak. Gewoon na werk even de Efteling in. En ik moet hier nou ook nog werken. Dus dit is ja, leuk. Tussendoor vermaakt, tussen de bedrijven door. Dit pad had al jaren geleden aangelegd moeten worden. Maar ik ben zo blij dat het oude pad weg is en er eindelijk een nieuw pad is. Alleen een beetje jammer dat de drainage hier weg is, het riool. Maar goed. Hé, ik heb niet tekst klagen. Ja, de bron was veel te druk voor mijn doen. Kon ik voor dit seizoen. Dus ik moet lekker starten met de Hollander. En dus pas mijn tweede liedje dit seizoen. Ja, daar mag ik wel te mee. En ik kan het heel erg waarderen dat die rij hier is aangepakt met de single rider erbij. Ziet er heel mooi uit. Voor de drukke dagen echt een uitkomst. Zo, dat was Jorg en de Draak weer. We hebben ze sinds kort een vijfde trein toegevoegd. Wat echt super is voor de capaciteit, want nu kunnen ze altijd met twee treinen blijven draaien. Ook al moet er eentje in onderhoud. En dat is de Python. Dankjewel. En ja, die nieuwe trein van de Joris en de Draak, die rijdt echt super goed. Als nieuw, heel strak. Maar daardoor voel je wel de oneffenheden in de trek veel en veel beter. En dat is jammer, maar dat gaat er vanzelf uit. Die trein is nu anderhalve week oud of zo. En komt vanzelf goed. Heeft Big Thunder Mountain ook een tijd gehad toen die niet nieuwe onderstel op de trein hadden. Dus ja, hele goede ontwikkeling. De vijfde trein. En hij staat nu op de roodbaan. En die kunnen ze dan ook weer omswitchen naar de blauwe baan. De wachtrij van de Python is dus veranderd. En het lijkt nu alsof de baan dicht is. Vind ik. Maar je kan er hier nog net langs. Dit is dus de boarding pass. En de single rider. En je hebt nu dus ook de normale rij. Die loopt hier langs. En dan kom je hier terecht in een mega V-hok.
En ja, hier is dan weer een merch. Maar hoe dit moet gaan werken op een zomeravond, ik weet het nog niet. Of op een normale doordeweekse dag. Of er dan alleen boardingpas is of alleen normale rij. Of dat ze hier gaan samenvoegen zoals in Disney. Dan ben ik benieuwd naar wat er gaat worden. Maar goed, het was niet zo ideaal hoe het was. Dus ja, het kan alleen maar beter worden. En Vlaanderen waren nom, 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 nom. Ze zijn al lekker bezig met de nieuwe tufferbaan. De nieuwe tractie ligt er al. Daarachter staan de eerste beesten. Staat een kip op een wagen. Ja, het ziet er wel netjes uit. Beton hier is niet vervangen, zo te zien. Maar er liggen wel die nieuwe gerijdrails. En ja, ik ben wel benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Weet je, mij is nu al zoveel goud beloofd voor de Efteling. Ik heb nog nooit wat ontvangen. Beetje jammer. Voor wie mij niet kent, ik ben dus Simon de Bruin. 23 lentes jong. Ik ben al dik 11 jaar pretpark fan. Sinds mijn 12e ongeveer. En ja, ik heb ondertussen pretpark in de godschanselijke wereld bezocht. Van Azië tot Amerika, Japan, Dubai, China heel veel. En ja, ik hoop nu via dit, via YouTube, via vlogs, dat een beetje met jullie te kunnen delen al mijn avonturen over de hele wereld. Dus als jij dat nu wil blijven volgen, dan moet je hieronder ergens, moet je even op de like button klikken. En op de subscribe button, vooral dan heb ik die tweede, de subscribe button. Ja, ik denk dat ik per jaar ongeveer 90 pretparken per jaar bezoek. Op vakantie soms wel eens 2 op 1 dag, dus dan tik het hard aan. En ja, ik verveel me eigenlijk nooit. Ik ben om de week eigenlijk wel in Efteling en in het winterseizoen elke week. Dan valt er niet veel anders te doen. Vaak in Walibi, vaak in Toverland. En al denk ik ook 9 jaar lang jaarkaarthouder in Disneyland Parijs. Waar ik echt super vaak kom. Tenminste, voor mij nu, vind ik. Om een paar maanden. Nou ja, dan ben ik nu aangekomen bij een rondje in de Bob. Voor zolang die nog hier staat. Snif, snif, snif. Ik vind het persoonlijk heel erg jammer dat hij weggaat. Ik hou van de Bob. Het is klassiek. En er zijn niet zo heel veel Bobbanen meer in de wereld. En als je over de hele wereld kijkt, heb ik alle bobbanen gedaan in de wereld, op eentje na. En dat is een kloon van een andere baan die ik al gedaan heb. En van al die bobbanen is dit echt de beste. Dus take my word for it. Het is echt heel erg zonde dat hij weggaat. Dit is de beste bobbaan ter wereld. Dus er nog maar van genieten, zolang het duurt, voordat hij weg is. Je hebt nog tot september dit jaar. Woo!
Het is nu 5:30 en het park is eigenlijk best wel uitgestorven nu al. Alle schoolhuisjes zijn al weg, dus waar je net nog best wel 10 minuten, kwartiertje stond te wachten voor attracties, kan je nu overal instappen. Dus voordeeltje van laat aankomen, dat alle schoolreisjes volk weg is en je gewoon zonder te wachten overal lekker in kan. Want helaas, het schoolreisjesseizoen is deze week echt wel weer geopend. Vorige week viel het nog wel mee, maar vandaag waren er merkbaar heel veel. En dat was soms best wel vervelend. Maar goed, we overleven wel weer. Het hoort erbij. Je houdt er nou niet van droomvlucht. Hoor je iets slechts horen? Een kind vroeg net aan een ander kind waar ik langs liep waarom de vogelrok vogelrok heet, want hij heeft toch geen rok aan? Dat dus. Het is 5:50, het park gaat bijna sluiten. Er is echt niemand meer. Maar ik ben toch even onderweg naar de vogelrok om nog snel een ritje mee te pakken. Dus ja, dat. Ik kan bevestigen, de vogelrok heeft geen rok aan. Weten jullie dat ook weer? Wat een topinformatie. Kwaliteitsvlog hoor. Kijk, 0 minuten. Voor meer doe ik het ook niet. Hier hou ik van. Kantbare vogelrok, heerlijk. En dan kom ik precies aanrijden. Zo, dat was de vogelrok alweer. Ik denk 4-5 ritjes kunnen maken. Er was best wel veel kapot, maar die problemen die zijn al lang besproken op Twitter en dergelijke. Maar het was de eerste keer dat ik het zo erg had. De lasers op het einde waren zeg maar 2 van de 3 waren kapot met de sterren en dergelijke. En Rock de Vogel was nog slechter zichtbaar. Maar goed. We leven er maar mee. De nieuwe eindlezer heeft net een nieuw kleurtje. Is net wat dieper paars, zeg maar. Dat is wel heel erg mooi. Dat is wel een verbetering. Het was eerst een soort lichte roze en nu is het mooi diep paars. Dat vind ik een verbetering. Nou, dat was mijn kort maar krachtig dagje Efteling. Ik had die eigenlijk hierna nog moeten werken. Maar ja, soms veranderen dingen en die klant heeft net afgebeld. Dus ja, ik moet nu niet werken. Dus ik mag weer terug naar huis toe. Dus. Ook fijn, maar dan moet ik morgen weer werken. Dus dat is dan weer jammer, want anders had ik het nu direct na de Efteling meegepakt op de terugweg naar huis. Tikkie jammer, maar goed. Niks aan te doen.
En ja, dus mijn eerste keer vloggen. Het is leuk. Ik had het nog nooit echt op deze manier eerder gedaan. Ik heb met andere mensen een vlog vaak gezeten. En ik heb ooit wel eens iets in een achtbaan, een soort selfie on-ride gemaakt. Afgelopen najaar in Engeland in Lightwater Valley in de Ultimate. Maar nog nooit op deze manier. Nog nooit een hele dag. Dus dat was heel leuk om te proberen. En ik denk dat ik er wel een vervolg aan ga geven. Je werd nu al aangesproken. Ik ben nu 2,5 uur een vlogger ongeveer. Ja. En je werd nu al aangesproken. Oh, daar is een vlogger. Oh. Oké, dan verhaal ik van die groepjes jongeren. Op schoolreisje. Nou ja, maakt het uit. Hartstikke leuk. Dus ja, de reacties zijn nu al leuk van de mensen in het park. En ik hoop dat jij ook het leuk vond. Dus laat even een comment hieronder achter. Het mooie aan het Sprookjesbos is dat je als het park sluit er nog even doorheen kan lopen richting de uitgang. En dat is leuk. Want dan heb je het Sprookjesbos helemaal voor jezelf. Je hebt niet lang, maar je kan wel even lekker er doorheen lopen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, zo op mijn eerste vlogavontuur in de Efteling. Ik heb nog heel veel meer plannen dit jaar. Ik ga onder andere naar Zuid-Korea en Shanghai. Voor, ja, daar weet iedereen wel voor. Ik naar Shanghai ga. Allemaal avonturen die ik hier allemaal wil laten zien. Daar kijk ik best wel naar uit, want het is wel goed bevallen nu, zo mij, de eerste keer. Dus ik hoop dat jullie me verder gaan volgen. Je kan me op Instagram volgen. Dat staat allemaal hieronder. En op Twitter. En natuurlijk op YouTube. Maar ja, daar heb je al op like geklikt of op subscribe. Dus ja, dat weet je al. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!